Dit is onze stad, Zaandam. In haar naam ligt de historie van de stad verankerd. Gegroeid immers als ze is rond een dam die even geleden in de Zaan gelegd werd. We houden van onze stad, ieder op zijn eigen manier. We houden van de bedrijvigheid op het water waaraan we wonen. We houden van de drukte in de haven, waar schepen, voornamelijk uit Noord-Europa, hun kostbare ladingen hout lossen. We zijn er trots op dat onze haven een van de grootste houthavens is van ons land. Als we uit de houthaven over de Voorzaan naar het centrum varen, worden we getroffen door de markante contouren van de oude binnenstad. Hier passeren we de sluizen die de schepen toegang verlenen tot de gehele Zaanstreek. Vanaf haar prilste jeugd is Zaandam een belangrijk knooppunt geweest in het handelsverkeer tussen Noord en Zuid. De stad is sindsdien gestadig gegroeid. In de laatste halve eeuw is het inwonertal ruim verdubbeld. En dat is niet zo verwonderlijk als we bedenken dat Zaandam in die periode een stad is geworden met bloeiende industrieën die werk bieden aan vele handen. Tal van deze fabrieken bevinden zich langs de Zaan, de slagader van de gehele streek. Als u dit zo ziet, hebt u zich dan wel eens gerealiseerd dat er in onze stad naar verhouding meer levensmiddelenfabrieken gevestigd zijn dan waar ook elders in dit land? Toen we in het begin nogal uitvoerig stilstonden bij de houthaven, hebt u natuurlijk al wel begrepen dat Zaandam ook een houtverwerkende stad is. Wie, zoals wij, op deze manier rondneust, krijgt een fleurig en kleurig beeld van de arbeidsactiviteit in onze stad. Hij kan overigens ook nog een geurig beeld krijgen, al verschilt men van mening over de aantrekkelijkheid van die geur. We kennen allemaal de handarbeiders en de hoofdarbeiders. Hier maken we kennis met een volkomen nieuwe categorie, de neusarbeiders, die dag in dag uit het zogenaamde reukorgel bespelen. Ze hebben daar, zoals je noemt, een goede neus voor. Mede dankzij de industrieën heeft de naam van Zaandam tot ver buiten onze grenzen een goede klank. Onder de rook van die moderne fabrieken blijft gelukkig het oude voortbestaan. Dat maakt het gezicht van onze stad juist zo beweeglijk en attractief voor de vreemdeling. Ook dit namelijk is Zaandam. En wat zou de Zaanstreek, wat zou Zaandam zijn zonder molens?
Het zijn er wel geen honderden meer zoals vroeger, maar ze zijn er toch nog. En ze accentueren het historische karakter van de stad. De molen De Ooievaar werd met steun van de burgerij gerestaureerd. Het verleden van onze stad leeft vooral voort in de oude kern rondom de grote sluis, waarvan de deuren nog steeds met kaapstanders geopend worden. Toch is deze omgeving minder schilderachtig dan men op het eerste gezicht zou denken. Als men namelijk weet dat over deze sluis en de later daarnaast gebouwde Wilhelminasluis het moderne verkeer raast, dat zich hier van de ene naar de andere oever van de Zaan beweegt. Uit die botsing tussen heden en verleden is een probleem gegroeid. En de tijd zal het leren hoe dat probleem werd opgelost. Ruim 35.000 schepen passeren jaarlijks de Wilhelminasluis. Meer schepen betekent meer welvaart. Maar ook langer wachten. Wachten betekent tijdverlies. En ook ergernis. We hebben allemaal haast, want tijd is geld. Voor de fietsers en de voetgangers die er de moeite voor over hebben, bestaat de mogelijkheid om over de gesloten sluisdeuren iets eerder naar de overkant te komen, via een daartoe speciaal gebouwd bruggetje. Maar de voertuigen op meer dan twee wielen moeten wachten, samen met de luie fietsers. Gewend als men is aan deze sedert jaren bestaande situatie, neemt men het ongemak over het algemeen nogal gemoedelijk op. Maar kostbaar zijn de minuten die hier dagelijks met wachten verloren gaan. Als u bedenkt dat de brug gemiddeld 2 uur per dag openstaat, dan laat het zich nauwelijks becijferen hoe groot de schade is die door dit obstakel aan de arbeidsproductiviteit wordt toegebracht. Tsaar Peter laat het allemaal rustig aan zich voorbij gaan. De verkeerssituatie daar bij de sluizen is een probleem van de eerste orde. En omdat je een probleem altijd van twee kanten kunt bekijken, nemen we u ook nog even mee naar de andere kant, waar het wachten precies zo lang duurt als aan de oostzijde. Zaandam zag in dat het zo niet door kan gaan. Wie een pak heeft dat te nauw is, probeert ook gauw of hij een nieuw kan kopen. Het gemeentebestuur besloot dan ook de stad een nieuw kostuum aan te meten, dat berekend is op de groei.